Nou, vandaag is een belangrijke dag, want studenten hebben gewerkt aan een project dat we de stenenpers noemen voor architectenbureau Labs. Wij bouwen in Mali met geperste leemstenen van Oskam. De gebruikelijke stenen die we in Europa gebruiken, ja, die worden gebakken of er zit cement in. En cement is in Afrika veel duurder dan in Europa. We willen eigenlijk met lokale grond, wat in Afrika te vinden is, willen we stenen gaan persen. En dat doen we door middel van deze stenenpers. Het idee is hiervan dat we onder hoge druk een steen kunnen persen. En door die hoge druk is er eigenlijk maar heel weinig cement nodig. En het unieke van dit ontwerp, dat is eigenlijk ook net het geheim wat je natuurlijk eigenlijk niet moet vertellen, is dat er heel goed nagedacht is over hoe kan je die druk nu anders opbouwen. Oskam is een bedrijf wat hydraulisch geperste machines maakt voor stenen. En hier, voor de HVA, hebben we met studenten een handpers ontwikkeld. En dat is echt waar. Als je bedenkt dat er iets van 30, 40 handpersmachines zijn die allemaal niet boven de 5 kilonewton halen. We hebben nu een machine staan die 8 tot 10, misschien zelfs 12 kilonewton haalt. Is dat echt uniek. Wat ik kan melden is dat wij 5 machines in één keer gaan produceren. En dat ze 15 december naar Afrika gaan, de eerste machines. Het motiveert wel extra dat je het idee hebt dat het ook echt gebruikt gaat worden. En dat mensen in Afrika ook een profijt van zullen hebben. In één jaar tijd van niks naar een product dat we gaan verschepen. Ik zou zeggen dat is een grote pluim voor de opleiding. En natuurlijk voor de studenten. Ja, wat heel gaaf is om een engineeringproject te doen, is natuurlijk dat je voor opdrachtgevers werkt. Maar dat je ook echt hetgene wat je bedenkt iets nieuws is. En dat je de mogelijkheid hebt om het te maken en te testen en te showen. En dat is wel echt kicken.